genieten van. Heerlijk, het is net 7 uur geweest. Oh, ik ben hier even om de andijvie te controleren, omdat het gevroren heeft. Die zat natuurlijk onder plastic, kijk. Kijk eens. Nou, die ziet er nog goed uit, zie je dat? Dit is een mooie andijvie. Hoppa! Mooi. Zie je de raapsteltjes, die hebben het wat slechter. Nou, ze voelen nog wel oké, maar... Het blad is nog niet slap, maar daarachter ligt het wat plat. Nu door de regen. Die kun je toch die kalfjes en de wortels die gaan nog wel goed zo te zien. Het is ook lekker gevroren, maar die zijn nog prima. Zie je dat? Prachtig. Hey, welkom. Kijk eens, ik zit hier eventjes in mijn studiootje. En ik heb net de post binnengekregen. Dat is wel heel cool. Ik heb aan het begin van het jaar, in het voorjaar, een interview gehad met Taco IJsman voor Stadstuinieren. En daar is dus een interview uitgekomen en dat is nu gepubliceerd in het tijdschrift Stadstuinieren. Dus daar sta ik nu in. Dat is wel heel cool. Kijk, ik heb zelf dus een exemplaar toegezonden gekregen. En die komt hier net vers van de pers in de post. Dus ik dacht, dat is wel een cool ding om eventjes te openen met in de vlog, toch? Kijk eens, hoppa. Nou, ga ik eens even openmaken. De groenteplaats, William van den Brink. Dus geen effectieve moestuin, maar onder de naam de groenteplaats. Even kijken hoor. Ik had even wat fotootjes gekregen van Taco. We hadden in het begin van het jaar gewoon een ontzettend leuk gesprek. Want hij was mijn Instagram account van de groenteplaats tegengekomen, zeg maar, op internet. En hij is zelf, een jaar of 8 of 10 of zo, vollegrondstuinder geweest in de buurt van Wageningen. Dus er was wel heel veel connectie. En ik vond mijn manier van doen, zeg maar, om gewoon vanuit de moestuin een volkstuin, zeg maar, dus de groentetassen op te starten en in de buurt gaan verkopen, vond hij wel heel inspirerend. En mocht ik mijn verhaal doen, zeg maar, voor dit blad. Dus dat is wel heel leuk. Even kijken hoor. Welke bladzij staat? De groenteplaats, 90. Ik werd onderbroken. Even kijken, pagina 90. Kijk eens, de groenteplaats. Man. Lijp toch? Mooie foto erin, de groenteplaats. William liet zich niet tegenhouden door beperkingen en begon met een kraampje voor het huis. Hier, dat bedoel ik. Zo doen we dat toch? Vet man. Nou, ik ga het even rustig doorlezen. Het is wel kicken. Dan blijf mij. Hier zijn mooie foto's. Met tuin. Zo, kijk, dat is een voorbeeld van mijn groentetassen. Hoe die inpakte. Nice. Lijp. Nou, daar ben ik wel trots mee. Dus ik zou zeggen, bestel een mooie stadstuinieren, dan kun je mijn verhaal lezen. Hey, later. Kijk eens, hier op zolder heb ik hier achter mij staat het Witlof emmertje. Hier is baan. Oeh, kijk eens, het begint al een beetje te groeien, zie je dat? Ze hadden in die zak, zeg maar, waar ik ze had gekregen, waar ik ze had besteld, waren ze al een klein beetje, gegroeid. En de buitenste bladen waren er al enigszins een beetje nattig en verlept niet, maar een beetje zacht, een beetje verrottig, zeg maar. Dus die heb ik allemaal afgehaald. Maar hier in het midden beginnen ze echt al omhoog te komen, zie je dat? Dus zometeen nog eventjes in de schuur kijken, bij die ik in de schuur heb staan. Dus even kijken hoe dat gaat. Zo, ik ben hier in de schuur.
bij de Witlof. Even kijken hoe die hier eruit ziet, toch? Ik heb hem trouwens, wat wel handig is, ik zal hem even laten zien. Ik heb hem op een hondje gezet, zo te zeggen, zo'n verhuishondje. Kijk. Want natuurlijk bij ons zware ton is. Ik dacht, dan kan ik hem mooi even plaatsen. Zie, hier achter de fietsen staat hij. En even kijken, hier in de ton. Dus, hoppa. Ik begin ook al een klein beetje uit te lopen, zie je dat? Ik ben echt heel benieuwd hoe dat over een paar weken eruit ziet. Even goed in de gaten houden. Omdat hij natuurlijk zwaar is, dacht ik, weet je, als hij dan in de weg staat, ik heb daar bijvoorbeeld achter de pompoenen staan en aardappels, dan kan ik hem mooi aan de kant schuiven. En kan ik hem gemakkelijk verrijden, hoef ik niet de hele tijd te tillen. Die ton die boven heb staan, die kan ik natuurlijk gewoon makkelijk vertillen. Maar deze, die zo relaxed als die gewoon kan verrijden als ik er voorbij moet. Of hier gewoon de ruimte voor vrij wil hebben. Dus vandaar dat hij eventjes op een plaatje met wieltjes staat, zeg maar. En dat is wel handig. Dus gaan we even verder. Goedemorgen. Zo, ik was nog eventjes onder de koffie weer wat zadengidsen aan het bekijken. En wat me opviel, wat grappig. Dat bij die, ik vertelde de vorige keer toch over die gids van de polster, dat een professionele gids is, zeg maar, die ik dan heb gekregen. Omdat ik daar ingeschreven ben als een professional voor de groenteplaats, mijn tuinderij. En wat me opviel, en ik heb vorige keer toch over die bonen gehad, de cobra's in de garantzaden gids. Ik zat hier eens in te bladeren en er staat dus bij de aanbevolen rassen voor de professionele tuinders, staat dus de cobra. Ook bij de bolster. Dat is wel heel erg geinig, vond ik, omdat ik dus de vorige keer aanraadde en nu zie ik hem hier ook in staan. Dus dat is wel geinig. Wat ik ook lees is dat het dus een middelvroege ras is en het geschikt is voor kas- en buitenteelt. Dus ik heb hier even een notitie bij gemaakt om te zien dat ik daar een stukje voor in de kas inruim volgend jaar. Om eens te kijken hoe dat in de kas gaat, waardoor je dus je bonusseizoen kan vervroegen. Ik ben van plan om een nieuwe kas te kopen die ruim 3 meter hoog is. Hier staat dan ook dat het 3 meter is, hoogte van die bonen. Dus dat moet op zich helemaal goed komen. En dan een deel in de kas. Dat leek me eigenlijk wel goed. Trouwens, niet vergeten om je zaden bij Bolster te bestellen als je bij Bolster wilt kopen. Omdat ze geven tot 18 december nog vroegboekkorting. En ik kreeg in de livestream van donderdag kreeg ik dus de tip om samen. De mensen die hadden, zeg maar, met meerdere moestuinen, dus in het volkstuinencomplex, hadden zij zaden besteld. En dan krijg je dus ook nog de stapelkorting als je, zeg maar, meer dan zoveel geld, 50 of 100 euro afneemt. Waardoor de korting op kan lopen tot 20% op de kleinverpakkingen. Dus dat is wel, dat wist ik niet. En dus ik denk als je moestuiner bent en op het volkstuinencomplex zit en je kunt met meerdere mensen tegelijk bestellen, heb je daar een mooie kans om extra korting te krijgen op die biologische zaden. Dus doe je de voordelen mee, zou ik zeggen. Ik heb tot nu toe de beste ervaringen met Van der Wal voor pootgoed. Met de plantuitjes en de aardappels. En ik moet trouwens zeggen, ik heb nog een andere tip. Als je nog voor volgend jaar staat dan, natuurlijk nu is december. Zou nog kunnen, denk ik. Leven van het Land, daar hebben ze ook ontzettend goed plantgoed. Met name de knoflooksoorten die ze daar hebben, die zijn echt fantastisch. Die heb ik al wel eens eerder, denk ik, in de vlog genoemd bij het planten van de knoflook. Maar Leven van het Land, daar kun je echt mooie knoflook kopen. En kun je ook, zou je even na kunnen kijken, volgens mij ook wat soorten kopen die je nog in het voorjaar kan planten. Poten dan. Dus daar kun je nog even naar kijken. Dus dat wat betreft het plantgoed. Oh ja, ik zat te zoeken naar die uitjes die ik de vorige keer uit die garanten. Ik had dus van die kleine
deze uitjes. Het is een langwerpige ui in een prachtige karamijnrode tint. Vrij vroeg oogstbaar met klotsen van uien. Smaak is lekker pittig, prima voor de fijne keuken. Maar dat is zaden, dus ik ben heel benieuwd wanneer dat dan gezaaid kan worden. Want zaad van uien is, uizaaien is vrij vroeg. Is dat vrij vroeg oogstbaar, dus dat zal wel goed vroeg oogstbaar zijn. Dus dan moet ik eventjes opzoeken hoe, wanneer die gezaaid kan worden. Want daar ben ik wel, enthousiast over. Dus, als iemand nog tips heeft voor wortels, voor een goede wortelsoort, mag je wel hieronder de comments in de video achterlaten. Daar ben ik wel benieuwd naar. Kijk, is een prachtige andijvie, toch? Maar kijk wat er mooi binnen uit. Geschikt voor glasteelt. Dus dat is mooi, want dat betekent dat je het ook, zeg maar, vroeg in het voorjaar. Het is uiterst geschikt voor de vroege voorjaarsteelt en herfstteelt. En ook voor glasteelt. Dus dat betekent dat je het ook goed onder plastic kan telen. Dus dat zou een mooie vroege andijvie hier kunnen zijn. Nou, dat was hem weer. To be continued. Er zat weer zoveel, zoveel informatie hierin. Ongelooflijk. Ik lees hier echt bij Van der Wal. Dit ken ik nog niet. Van der Wal die heeft echt een enorme selectie met courgettes, joh. Niet normaal. Ik zit hier even rustig te lezen, maar dat is echt super vet. Ik zit dan meteen in mijn hoofd natuurlijk te denken voor het verbouwen van die courgettes voor de groentetassen. Als ik dan gewoon elke week een mooie kist heb met allerlei verschillende soorten courgettes. Dat is natuurlijk wel lijp. Dan altijd alleen dezelfde groene courgettes. Even kijken. Dus daar ga ik eventjes over nadenken. Even opschrijven hoe ik dat ga doen. Volgende week weer verder. Nou, dat was hem dan weer. Bedankt voor het kijken. En tot volgende week. Heb jij nog meer zin om meer kennis op te doen over moestuinieren of andere moestuiners te ontmoeten? Ik heb mijn eigen online community opgericht. Dus daar kun je lid van worden. Staat hieronder. Deze winter ga ik allemaal video's opnemen van alle groentes die ik dit jaar heb geteeld. Stap voor stap. Die ben ik nu aan het monteren en die komen in de Moestuin Masterclass. Die komt in deze online community. Dus ja, heb je zin om andere mensen te ontmoeten en nog veel meer te leren? En dan zou ik zeggen, word lid. Dat is een klein bedrag per maand. En dan kunnen we samen een mooie 2021 beleven. Dankjewel, tot volgende week.